Hallo allemaal! Welkom bij deze brandnieuwe LP. Dit is Lady Aristocat. Ze heeft... nog wel geld, maar goed, zometeen niet meer. Ze moet rondkomen van dingen die ze zelf plant, eieren die ze bij de kippenhok haalt, wol wat ze van de lama afhaalt, melk van de koe. Dat kan ze verkopen en deels voor de eigen gebruik om rond te komen. We hebben een klein stuk land met niks erop nog. Maar het is de bedoeling dat we meer in de stad gaan wonen en dan wel... hier. Maar daar hebben we nou nog geen geld voor, dus hè. Dus dit. Oh, ga toch eens op met dat gezeur. Ja, ik heb er ook gedeeld, zoals je kan zien. Dit is mijn andere. Ik zou een LP met haar gaan doen, maar het is niet doorgegaan. Dus ik heb voor haar gekozen. Maar ze staan wel alle twee op mijn galerijpagina. Dus mocht je ze willen downloaden, ga gerust gaan. Het is gratis. Oké, altijd zo een stukje makkelijker. Wat is dit? Oh, ik wou dat ik hierin kon trekken. Oh, nou, het beginnershokje. Nou, even enter, wil ik erbij misschien. Zo. Ja, een half zo. Telefoon gek. Ze komt van een rijke familie, wordt dat wel. Dat is het probleem niet. Alleen ze heeft zichzelf ontspoord van de familie, om het zo te zeggen, gebroken. Nou, niet gebroken, ze hebben wel contact, maar. Ga weg met het stomme batoe. Fijn. Ik heb al een beetje dit gespeeld en. Vampieren blijft toch mijn favoriet. Ondanks dat dit geen vampier is, want normaal speel ik altijd weer vampieren. Maar mijn vampierenpack, dat blijft mijn nummer 1. Dit is een mooie deel, nummer 2 wel, daar niet van. Even kijken, wat zullen we zeggen wat ze wel mag? Want de eerste LP die ik in gedachten had, was dat haar tante haar had beloofd dat als ze zelf voor de eigen kon zorgen door... een boerderij te beginnen, dat ze dan dat ze een miljoen zou krijgen, maar die tante komt op de duur te sterven en het stond niet op papier, dus het was nog maar de vraag of ze een miljoen zou krijgen. Maar toen dacht ik in einde van, nee, dat doen we niet. Dus gewoon een frisse start, een frisse meid. We kunnen wel vast wat dingetjes voor haar kopen die ze nodig heeft om te bouwen. Hier zie je aan de even kieken. Oh. Daar is hij. Zeggen we zoeken, enter. En pop. Even kijken. We hebben land nodig. Oh, ik zag het. Even kijken, hoe zullen we dat doen? Hier. Ze krijgt alvast een kippenhok. En twee stallen. Oh, daar gaat ook een stuk ervoor moeten in komen. Zo. Kan er nou een hek op? Nee, een hek zeg ik. En waarom mag je dat niet gebruiken? Ik vind dat zo stom van de Sims. Hè? Zo.
nu zijn ze warm. Oh, dat vindt hij niet leuk. Oké. Daar zijn we niet op het goede punt uitgekomen. Zo, en dan hebben we een hikje nodig. Ja, ik blijf deze toch zitten trotsen. Zo, boem. Ze kan natuurlijk nog geen dieren kopen, nee, want ze zal eerst geld moeten verdienen, maar ze mag wel vast zaden kopen. En dus... Dan doen we er weer even enter. Zo. Oh ja, en door middel van borduren, maar ik kan ze geld verdienen. Oh, wacht, dan kan ik beter zo'n Tesco, een ding kopen, is even makkelijk. Die. Ze hebben geen douche, geen toilet, nada. Ik heb gisteren een huis gebouwd. Ik geloof het alleen niet dat ik die gedeeld heb. Maar dan ruik ik ook dit zo, alles bij elkaar. Want het leuke is, die kippen lopen ook hierheen helemaal heen. En ze hebben gewoon nu, ik vind het beter dan dat alles apart. Voordeel is ook, hier komt er bijvoorbeeld een lama in. En die verjaagt vossen. En je kan later kan je je kippenboerderijen, je kippending kan je upgraden. Dan komt er een alarmbel in, zodat ze, zodra er een vos komt, gaat er een alarm af. Dit bijvoorbeeld ook voor mijn ramen gezet. Het was eigenlijk wel een leuk. Kan ik het huis eigenlijk bekijken? Oh, een tuintje voor je dieren. Leuk. Even kijken hoor, heb ik dat huis gedeeld? Ik dacht het niet. Ah, nee, hier. Nee. Dat bedoel ik, weet je. Dit is mijn bouwkwaliteit. Die is ook voor mij. En dat zijn andere beeld van andere Sims. Zo goed zal ik nooit worden, maar ja. Volgens mij staat hij er niet tussen. Nee. Oké, dan jammer. Dan had ik hem als ik centen had gehad. Want we gaan nu naar 0. Dus ik heb nu geen oh nee, wacht, dat kan niet. Ho. Even. 5000, zet ik. Enorm gewassaaier te kopen. Ja, we hebben hier. Oh, dit zit. Oké. En dan gaan we ook gewoon zaadjes kopen. Even kijken, vruchten, kruiden, groenten, nee, de rest hoeft niet. Zo. Oh nee, dat doe je zo. Enorm gewasplanten, aubergine. Oh, is de welkomstwagen? Ja, de welkomstwagen is er ook weer. En dan gewasplaatsen, watermeloen. Nee, niet kopen. Planten. Pompoen. En champignon. Ja, kunnen we altijd nog. Lady heeft niet zijn naar inventaris. Oh, sorry. Open. Is er even een driekaffels met niks. Plant. Paprika. Ja. Plant. Wortel. Plant. Peterselie. Plant. Paddenstoel. En dat gaan we hier ook doen. En een plant.
geloof maar wat we te doen, dus gaan we even standje 3 doen. Welkom in de buurt. En zo ook haar even gedag zeggen. Was zo netjes. Ben je de enige? Nou ja, je kan ze wel naar binnen roepen, maar ja, we hebben geen huis nog, dus het gaat moeilijk. Nou, boep. Boep. Dan ga je even gedag zeggen. En dan ga je even alles water geven. Oh, welkom vandaag is weg. Kijk, hartstikke goed. Ja, nou moet een lady met haar handen vies maken. Ja, wie weet wordt ze een rijke boerin. Ik zal het treetje van laten zien. Oh, sorry. Ze is een horticulturist, dat is een add-on. Dierenliefhebber, dat is van de nieuwe pack. Ze is een bro. Even wat uitzetten. Dank u. Oh, staat ons... Hey, dat kan niet. Dat kan niet. Ik doe niet aan leeftijd. Mijn sims worden nooit oud. Dat zat allemaal uit, hè? Ja, oké. Okay. Autonomie volledig. Automatisch verouderen. Nee. Oh, oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Ik zeg niks. We gaan ze prima toepassen. Zap. Zo. Nou, dat hebben we dus. We kunnen nog niks. Oh, je kunt hem weer. Eenvoudig. Een groot borduur aan. Oh, daar zie je wel. Rode lamabol, blauwe lamabol, wat? Roze, beige, groene. Hoe kom je aan al die kleuren dan? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb maar geloof ik één keer iets gezien van het nieuwe pack van die AR-players. Dus, een wolf. Kleerkleden. Hij is al weg. Zij zit op de telefoon natuurlijk. Nou. Laten we maar even de stad ingaan. Hier, want tegen de tijd dat dit gegroeid is. Iedere ochtend om 6 uur groeit het. Dus dan weet je ongeveer hoe wat. Je hebt ook dingen die je... Je hebt een nachtschimmel. Dan kan je alleen s'nachts oogsten, niet 's ochtends. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Ik denk dat het nachtschimmel heet. Het is een nachtpaddenstoel in ieder geval. Met de naam de nacht erin. En dat is een vallen verraaien dat het alleen in de nacht kan. Hoe zit het met je... ga maar even gebruik maken. Hebben we dat gehad? Nou, eens even kijken. Is dat? Dat is Agnes. Rimpeldeel. Ah, ik vind Engels wel leuker. Ik kan vals spelen en dat is een kwestie van hun aannemen. Dat doe ik niet. Want dan krijg je ook weer geld hoor. En je hebt niks in je inventory dan alleen groentjes, hè? Nee, oké. Okay. En we hebben geen... Oh. Ik zei dat we hadden geen geld. Zo. En ze gaat weer achter de telefoon. Dit is de nieuwe stad, mocht je het nog niet gezien hebben. Dit zijn winkels die je niet kan betreden. Je kan alleen winkel uit je etalage bekijken. Helaas. En hier kun je wel een outfit plannen. En een etalage. Dus, dat is wel jammer, want het is leuk geweest, want er zit hier een bakker. Dat je dan... is dat de burgemeester? Ja. Oh, dames, zie je wel, ik denk dat het hoedje komt zo op een kind voor. Alleen saap groene blad. En dat je hier bijvoorbeeld brood zou kunnen kopen. Dat is wel leuk geweest, maar ja, helaas. Nou, dit is de kledingwinkel.
Laten we even meer te weten komen over. En dat ook. Oh, kijk, hier hebben we misschien een bron van eten. Gaat u toevallig barbecuen, meneer? Hey, wat is dit? Oh, what the heck? Ah, Agatha is er ook. Pub-eigenaar. Kruidenier-eigenaar, bezorger van kruidenierwaren, wezenhouder. Oh ja, bellen wel. Oké. Kipwedstrijd. Ja, daar kunnen we helaas niet aan meedoen. Het is gewoon weer een van nul tot rijk LP. Alleen dan nu met andere termen en regels. Dus meneer, gaat u even barbecuen? U bent aan het borduren. Uh-huh. Ze is een dierenliefhebber. Wat? Koe, kip of lama voor je wooncafé kopen. Vijf keer iets gezelligs doen met een vos, konijn of vogel. Een tuinierveldje voor je wooncafé kopen. Dat hebben we gedaan. Bezoek de buurt van Vinnik, Old Hinkleyford en Bramblewood Henford en Beckley. 2 van 3. Zo. Ik was zo gehyped over deze pack. En gisteren kwam hij dus uit de 22e. Het is nu vrijdag 23. En ja, hij stond er wel in, maar ik kon er nog niet meer spelen. Ik dacht, what the fuck, man? Ik dacht, weet je wat, ik heb mijn computer opnieuw opstarten. Maar ik start mijn computer opnieuw op. Hé, het wordt gedownload. Ik denk, hé, eindelijk. Valt er iets hier wat te plukken? Zegt het? Niks, oké. En hier zijn we net geweest, want hier is een toilet geweest. En hier is de bar. Waar staat? Oh, ze hebben die verdienst omgegooid. Oh, daar kan je niet mee bellen? Oh. Gemiste kans. Nou, niks is geraakt, maar. Ja, we kunnen eten, want we hebben eten in ons tas zitten. Maar oh, ik moet mijn kavel-eigenschap even. Ja, hij heeft een paard, is wel goed. Eenvoudig leven. Hulde forsen. Ja, dat lijkt me wel een leuke uitdaging. Ik wil ook op de duur buiten het netwerk gaan. Ik heb nog geen huis gebouwd, dus dat kan ik niet. Eenvoudig leven. Het maakt het wel een stuk moeilijker natuurlijk, hoor. Laat ik dat nog op. Oh, dat is een klare. Ik hoop dat jullie allemaal in goede gezondheid zijn gebleven. Ik heb... Sorry, 2 augustus eindelijk vakantie, 3 weken. Daar ben ik wel blij mee. Stortplaatskapel.
Nee, want dan moeten we dubs en dives. Dat vind ik ook niet leuk. Dat heb ik al vaak gedaan. Aardbevingszone, nee. Kan het niet, nee. Mijn sim is één keer dood gegaan, dat hij door zo'n kribbelbeetje is gebeten. Dus ik neem die nooit meer. Nou, we doen sowieso geometrisch en geweldige aarde. Zo. Hoppakee. Oh, ik heb geen cola meer. Nou, ik ga hem allemaal gaan verbouwen. Het is nou tot dicht. Het is namelijk... Oh, mijn klok is uit. Oh, 10:30. Ja, nee, dan zijn ze al dicht. En het is toch licht, hè? Wow. Oh, het is 9:30. Ik zeg 10:30. 9:30. Maar ja, ze gaan 10:00 dicht, dan moet ik zo snel boodschappen gaan doen. Dat heb ik ook gezien, ik was altijd op mijn dode gemakkie. Wat loop je gewoon? Heb je er nog wat in zitten? Aardige introductie. Quimbo en Sula, de Mascaran, Bambosa, Sepoma. Wie was je net aan het aanhoeren? Waar ben je? Oh, dit is toch. Ja, dat bezorg ik. Ja, sta je op? Oh, ze komt hierheen. Dat vind ik ook zo stom van die Sims. Ze staat in een winkeltje, dus in een kraampie. Ik zeg tegen mijn Sim: ga met haar praten, kom ze erbij staan. Ah, wat. Eens even kijken. Hoe beter de ingrediënten die je gebruikt, hoe beter de recept ook. Maar ik vertel altijd. Nou, altijd goed om te weten. Oh, een prima. Ah, Melanie! Ben ik een Oh, dat is hier de ronde. Oh, oh, ja. Oh, hallo, is die een kans van haar neemers? Oh, Marie. Is je man? Je man. Noem me dat. Hey, are you hitting on my woman? Is she? Prik je niet. Prik je niet. Je beduren ding gaat op de tafel. Boris. Je beduur verdwijnt door de tafel. Zo je maar labo. Kiss a pay. Oh, een arts. Plant ontwortelt het en vernietig je de plant, dus dan moet je nog doen. Ik heb niks gevonden dat ze kunnen oprapen. Dat maakt het wel lastig. Kunnen we zwemmen? Nee. Oh, wacht. Vispotje. We gaan vissen water vangen. Nee. Ik zou zweren dat ik die Sim zag zwemmen. Maar ik weet het niet. Oh, misschien moet ik er eerst heen teleporteren. Ook leuk uit. Hé, hey, dezelfde tekst die ik heb. Deur. Leuk huisje. En een barbecue.
Ja, waar ik me juist op honger, dat dacht ik wel. Oh god, ze zijn vluchtig. Dat betekent Belka. Benio. Nisota Sabarano? Wabu Ruskan Lampima? Muchi Pichi? Ah, Estoba. Dag Dag. Oh, Fenoy Nibnug. Senis Chord. Bunch Farben. Duhus and Bar. Sorb. Sombisi. Poi van Blora. Ah, well, cat. Oh, die is. Je weet wel. Sowieso. Ah, je boe. Ah, hey, hey. Gelna Dizzy. Ik dacht, dat dacht ik al. Mm. Je zag al helemaal in de lichaamstaal hoe ze was. maar jij komt uit... hoe heet de pik? Hoe heet je ook alweer? Bako, joh. En jij komt uit het Magiederrijk. Ja, oké. Okay. Er is niks te plukken, hé. Of te hakken, of te graven. Nou, ik hoop dat ze binnenkort met een pek uitkomen, Amsterdam. Ik weet zeker. Jazeker. Het is mannenavond. Hé? Ja, lastig. Koeltjes. Ja, maar je probleem is, meid, je hebt nog geen huis, dus ja. Dan doe je je winterkleding maar, hè. Dit is de winterkleding. Maar goed, ze hebben het te warm mee, zegt ze dus. Raad u rang. En er door niemand wat gebakken, zie jij. Oh, dat is niet goed. Ga even wat tenieren zijn. Oké. Okay. Ja. Ik pak ik hem ook beter. Nou, dan gaat de burgemeester. Zet dat een beetje aan. Niet veel. Ik kan een appeltje ook eten. Een wortel eten. Of waar zit je dan op? Zit je dan aardig vol? Ja, nou en hoe? Jeetje, Mina. Ja, het zal toch op een bankje slapen worden voor je mij. Hier kan je niet op slapen. Hè? Nee. Wat? Een inventarisplaats. Oh. Nee, je hebt niet de stele ding. Is er een bankje? Jazeker, ga ik een dutje doen, een stuk of 10.000 keer. Oké, en standje 3. Oh, ik denk dat ik er wel een paar weg kan halen. Ze lijken alsof ze langer doorslapen nou op een bank, een terrein. Want het is pas de eerste die ze heeft gedaan. En ze is al bijna helemaal wakker. Dus die kunnen gedeleteerd worden. Misschien dat er nog eentje moet, maar ik denk, nee. Ik heb nog steeds geen geld, nee. Oh, we moeten zo meteen terug naar ons café. Oh, Mokka wil naar binnen.
Hey, snoepje, beter pik. Zo, hoe gaat het met de oogst? Het is wel allemaal in tijd, in seizoen, ja. Toch natuurlijk wel de bedoeling dat ik binnenkort een... Hey, wat is dit? Oh, pardon. Okay. En een kas gaan bouwen of iets dergelijks. Papa. Beetje 7. Kunnen we mest kopen? Ja, kunstmest zonder gedoe. Deze kunstmest is gemaakt voor een drukke tenier die nooit genoeg uren in de dag heeft. Deze mest houdt de groei van onkruid tegen en zorgt dat insecten wegblijven. Bemest je gewassen eens in de zoveel dagen met deze kunstmest en vergeet niet je planten water te geven. Oh, die kunnen we niet kopen. Oh, fuck. En dan moet ze naar de wc. Nee! Gaan we weer. En mijn eigen sim, die woonde hier ook. Daar heb ik een huis gebouwd. Maar ik had hier wel dingen gevonden. Oh, laten we even kijken wat we kunnen vinden dan. Want ik had hier iets gevonden dat ik kon opgraven. Ik weet alleen niet meer waar het was. Ik vind, hier moet je zo in kunnen wonen. Want het is leuk om een LP als je geld hebt te starten. Ja, je zou er zelf, dat is mijn brievenbus. Wat is dit? Ja, graven. Zie je wel, ik wist het, maar er is alleen niet veel. Er waren er geloof ik 2. Oh, we hebben goed te weten dat hier ook een barbecue is. Ah, dat had ook nog niet gegroeid. Oh, hier is een bankie. Er is niet veel wat je hier kan graven, helaas. Dat is de wc waar we naartoe waren geweest. Ja, je gaat altijd hetzelfde spul op, hoor, dan. Hey, onze eerste Somaliën zijn binnen, mensen. Yep, 120 Somaliën. Yep. Waar bent u? U bent hier. We gaan even bemisten. Oh, ze brengt een... Oh, oké. Okay. Dan ben ik blij dat ik die spullen nog niet gekocht heb. Eerst dat tuinvaardigheid omhoog krieken. Hé, hey, die was het groene licht. Ik kan opnieuw komen. Noorderlicht. Maar het is wel meteen een stuk lichter. Ondanks dat het 5 uur is. We kunnen wel alvast wat dieren kopen. Voilà, ook 350. Ah, ik heb niet genoeg. Chips. Kippen. Een kip kan wel, oké. Okay. 1 kip, dus dan hebben we een zwarte kip. Ja. Wat, ik heb 120 simoleons. Oh, 150. Ah. Ja, ik wil geen kuiken. Oh, dat heet het 120. Ik kan natuurlijk wel een kuikentje kopen. 75. Hé, hey, ik heb 120 simoleons. Het kost 75 simoleons. Wat, 2 van 8? Heb ik er al 2 in zitten?
Nee. Oh ja, je moest naar de wc, hè? Dat is waar ook. Sorry. Sorry. We gaan al. We vliegen. Ja, ik klik gewoon. Hier. Nee, er gaat niemand mee. Niemand gaat mee. Ik ga het wel eens gebruiken. Rit je het nog of ga je eigenlijk natten? Standje 3. Oh nee, dat rit je. Nou, dan moet je maar even wat barbecuen. Oh, wacht. Volgens mij gaat dat niet eens. Want je moet stel dingen uit je eigen tuin hebben. Waar was die barbecued? Waar was die barbecued? Barbecued! Mag ik die van u proberen? Oh nee, oké. Okay. Oh hier. Yes. Wat ga jij kopen? Jij gaat borduren. Oh, gaat op. Oh, nee, oké. Okay. Grillen! Nee, dat dacht ik al. Nee. Oh jee. Daar begint de ellende. Wie ben jij? Ah, je bent hier. Dat is de gnoom. Eet de rest uit je tas maar even op. Twee, drie, want ik wil er alle twee overhouden om te planten. Oké, dat is een stapel. Oké, dat is nog één. Een paddenstoel en een appel. Kijk, en de appel, en we zijn klaar. Ik alleen op als het soms niet ziek wordt van de appel, van het fruit. Gewoon oké, door het eten van iets overgeplaatst. Ja. Even kijken, we moeten ook vrienden maken met tomatenstruik, fruitboom. Tomatenstruik. Ah, goed te weten dat je hier. Laat hier ook iets planten. Oh. Moet ik het vanuit mijn directory doen? Nee, ik kan het niet opbouwen. Okay. Ik denk, ik zal wel iets terug doen aan de gemeente, maar ja, dat gaat niet. Lady heeft informatie over vleesmelk ontdekt en dit is aan het notitieboek toegevoegd. Notitieboek. Poink. Poink. Ik moet er zelf persoonlijk niet aan denken. Melk. Eerlijk. Oh jee, hoe lang zijn we nou al aan het filmen? Zonder dat er eigenlijk iets gebeurd is. Omdat we op die lamlendige oogst moeten wachten, zodat we die eindelijk kunnen eten. Eten kunnen maken. Ach, ik heb vogelhuisje. Wat leuk. Hoe gaat het verder met je? Oh. Hygiëne, ja. Lady is het cadeautje. Maatje van Rahul vandaag. Hij vindt het prima om een gunst te verlenen. Of alleen dagelijks traditie van de cadeau. Ze moet een bewoner van Henford Beckley vinden om deze dorpscadeau aan te bieden. Die ze hopelijk geweldig vindt. Ah.
Wat heb je gekregen? Oh, pittige champignon. Champignon. Mooi. We gaan naar huis. Die gaan we planten. Toink. We hebben nog 620 simoleons, dus we hebben nog geen cent uitgegeven. Dus maar goed ook. Hé, hey, wat is dit? Framboos. Hé! Hey. Die gaan we ook planten. Even kijken. Oh, dit is niet zoveel ruimte. Framboos. Plant. Pittige champignon. Dan maar 4. Oh, dat was hem. Oké. Okay. De appelboom die kan gewoon hier begroeien. Zo. Pak jij die nou meteen op? Oh, die kunnen we al oogsten. Kijk. Die gaan we oogsten, want die gaan we aan de shop verkopen. Want dan gaan we een beetje onderhandelen. In de hoop dat we meer krijgen voor. Ja, kijk, zie je. Ja, goed gedaan, meisje. Pak alles in één. Hartstikke goed. Ah, oké. Okay. Hey, ze hebben melk. Ah, je kan het drinken, oké. Okay. Standje 3. En daarna alles water geven. Oeh. Ah, 2 uur. Level 2. Kun je ze nou bewisten? Nee. Oh, wacht. We moeten het hebben. Oké. Okay. Kunstmest. Oh, nee, niet. Nee. Deze. Oh. Die zijn 50. Nummer 2. Gaan we deze even bemisten? Standje 1. Doe deze maar. De champignon. Even een berichtbox doornemen. Ja. Oké. Okay. Ja, alles is goed. Doei. Groei van glas aanmoedigen. Ah. Nee, het lijkt wel droog. Nee, oké. Okay. Oh, oké. Okay. Maar even. Oké. Okay. Oh, is het zo? Buitenleven, denk ik. Oh, waar is hij? Leefstijl. En wat heb jij dan gedaan? Thank you.
Ja, en als dit nou groeit, dan dit zijn de reuze gewassen. En als het er nou twee worden, dan heb je twee grote. En als je er eentje uit krijgt, dan heb je de beste. Nou, ben je al klaar met alles? Goed, meid. Even kijken. Nee. Hoe laat leven we? 2:00 PM. Oh, ze krijgt slaap. Hoe kan het nou? Het is 2:00 PM. Dan gaan we even cheaten. Zo. Het is pas 2:00 PM, dus ik kan geen slaap hebben. Ik dacht dat het een meertje was. Oh, hier kan je zwemmen. Is het warm? Het is warm. Nou, gaan we even zwemmen. Nou, ik heb niet wat te geven. 3. Dan komt ze aangerold in de bikini. Wat pak. Whatever. Joehoe! En dan mag je daarna op je rug gaan drijven. Oh kijk, hygiëne gaat wel omhoog daardoor. En ze moet plassen. Ben je zwanger? Eindelijk hebben ze dat zo gedaan. Dat als je Sim in het water zwemt, dat ze schoon worden. Ik vond het altijd zo dom. Zijn ze aan het zwemmen, dan worden ze niet schoon. Ja, hallo? Ja, plas je zo meteen onder. Oh, hier. Kom op, kom op, kom op. Oh, makkelijk. Wat is er? Ga heen. Ja, je hebt slaap. Het is geen bank. Waar waren hier de bankjes? Hier. Nou, moet ik eerst hierin reizen. Oh nee, ho, dat is de stad niet. Oh, we zijn helemaal ver weg van de stad. Nee. Ja, dit is wel ons huis, maar waar is de stad gebleven? Even kijken, zijn hier bankjes? Dat is geen bank. Dan zou ik niet. Ah, hier is een bank. Kijk.
Dan gaan we het nog twee keer hoeven te doen. Dan doen we de zekerheid drie keer. Kom op, dame. Maak. Zet je beste beentje voor. En slapen. En ik denk dat deze alweer een half uur gaat duren. Dus ik zeg bedankt voor het kijken. En ik hoop je in mijn volgende aflevering weer te zien. Doei doei.